Dank u wel. Welkom terug in België. Een bewogen 14-daagse, denk ik. Wat is er u meest bijgebleven? Och ja, alles blijft mij bij, want voor het ogenblik draait alles nog rond van... zij een klein beetje een evaluatie aan het maken van wat er allemaal gebeurd is. Maar wat er mij vooral bijblijft en iets dat we met het Belgisch damesbasketbal nog niet meegemaakt hebben, dat is natuurlijk het veroveren van die bronzen medaille op het EK. Als je terugkijkt op die 14-daagse en je kijkt vooruit naar de komende 6 maanden, het komend jaar, wat is het belangrijkste dat je wil meenemen uit de voorbije campagne? Wel, dat we onze doelstelling gehaald hebben. We zijn een behoorlijk jonge ploeg die nog nooit iets meegemaakt heeft op dit niveau. De doelstelling was om daar te blijven tot op het einde van het toernooi. Daar zijn we dus in geslaagd. Maar natuurlijk na de overwinning tegen Montenegro, na de stunt tegen Rusland, ja, dan begint er toch wel iets te groeien in de groep. En dan raak je in een zodanige flow. En dan eindigen we natuurlijk in de halffinale tegen Spanje, die natuurlijk een maatje te groot was. Maar gelukkig konden we dan de avond daarna de bronzen medaille binnenhalen. Je bent ver weg van huis. Sociale media is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Toen je terug in België was, had je verwacht dat er zoveel aandacht zou zijn voor de Belgian Cats? Nee, hetgene dat je nu juist aanhaalt, klopt. Want ik ben inderdaad nog een old-fashioned man, old-fashioned coach. Nog altijd zonder een Facebook-pagina. Dus wat er zich eigenlijk afspeelde hier, daar waren we niet echt zo van op de hoogte. Want daar ben je aan het werk, je maakt je video's klaar, je maakt je briefings klaar, je maakt je trainingen klaar, je wedstrijden bereid voor. En eigenlijk wat er allemaal gebeurde op social media, daar was ik eigenlijk niet echt niet van op de hoogte. Maar dat veranderde natuurlijk wel op het moment dat we landen in Zaventem, waar dat er vrienden klaar stonden om ons op te wachten. Die ons foto's tonen van wat er zich hier afgespeeld had in Ieper de zaterdagavond en de zondagavond. Met de halve finale en met de wedstrijd voor de derde plaats werd de wedstrijd hier op een groot doek getoond. Was er zelfs op zaterdagavond 250 man aanwezig. Dat is een mooi getal wanneer je ook weet dat dat in concurrentie was met de 24 uur rally van Ieper. Dus dat doet toch wel iets. En nu vanavond die ontvangst op het stadhuis, dat is gewoon heel mooi dat je ziet dat het werk van spelers en coachingstaf geapprecieerd wordt. De goede prestatie brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee. We zijn met een vrij onervaren ploeg, een onervaren bondscoach, naar Praag getrokken. Zal dit de groep veranderen, die druk die erbij komt, om nu te moeten blijven presteren op dat niveau? Natuurlijk, ik denk dat we allemaal heel wat ervaring opgedaan hebben nu in dit toernooi. Automatisch nu hebben we ook een bepaald status gecreëerd voor onze nationale ploeg. We vroeger altijd voor een lottrekking altijd in pot 4 zaten, gaan we nu waarschijnlijk wel in pot 1 terechtkomen. Gaan we misschien reekshoofd worden van een poule. Dat is alleen maar goed richting toekomst. Natuurlijk brengt dat de nodige druk met zich mee, maar dat zijn ook zaken die onze jonge spelers gaan moeten leren aanvaarden en leren mee omgaan. Want, topsport is ook druk, is ook een mentale kwestie. En daarmee moeten ze ook leren omgaan. Dat is ook een goede leerschool naar de toekomst toe. Intussen spreken we bijna van een Cats-effect. Zeker hier in West-Vlaanderen. Jonge meisjes die meer en meer aan het basketten gaan. We zien het ook op het Christmas-toernooi in december, waar een extra reeks wordt toegevoegd. Met een damesreeks, met een damesploegen. Wat vind je dat? Vind je dat belangrijk voor het damesbasket? Dat is heel belangrijk, want dat is ook wel de basis. Ik denk nu niet alleen op eerste plaats van misschien middelenlos weken voor het verder ontplooien van jeugd. Iets stages inrichten, dat er daar meer budget moet voor komen en zo. Misschien is dat nu ook weer mogelijk. Maar vooral de reclame die wij nu gemaakt hebben richting jeugdsport, jeugdbasketbal. Jongens en meisjes, doet er niet om. Als er maar opnieuw weer veel jongens en meisjes aan het basketten slaan na deze zomer, zou ik dat alleen maar super vinden. Ook de aanwezigheid en opnieuw het betrekken van nog meer jeugdselecties op het Christmas Tournament kan ik alleen maar toejuichen, want dat is eigenlijk ook wel de basis naar later toe. Ik herinner mij veel spelers die nu spelen bij de nationale seniorsploeg, hebben in der tijd ook natuurlijk de nationale jeugdselecties doorgemaakt. Maar toen zijn we ook gestart met een heel goed jeugdproject, dat was de Young Cats.
En heel wat meisjes die nu spelen bij de nationale seniorsploeg, spelen toen al bij de Jonkheids. En dat was de eerste kennismaking met het internationaal basketbal. En dat was super belangrijk dat wij toen ook met, ik zeg maar iets, met Emma Meesman, Sofie Hendricks, Jana Raman, Antonia de Lare en zo verder. Dat die meisjes dan op 17, 18-jarige, 19-jarige leeftijd, dat die toen al kennis maakten met het internationaal basketbal. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat ook onze selecties nu gaan kunnen spelen, ook op de leeftijd nu van U19, tegen ploegen uit andere landen. Want dat verruimt alleen maar de horizon en contacten met internationaal basketbal hebben we nodig om verder te ontwikkelen. Veronderstel dat we nu in een feestweek zitten. Wat is het de eerste grote uitdaging na de feestweek? Goh, de eerste... Ik kom nu net terug van het EK, dus nu moet ik nog wel wat werk afhandelen voor Belfius Namur, waar ik volgend jaar aan de slag ga. Daarna zal ik ook wel een klein beetje vakantie nemen. En dan, dan is het opnieuw weer een stage voorbereiden met de nationale ploeg. En ook de wedstrijd van de U16, de U18 en de U20 opvolgen. Dat is nu mijn volgende job. Veel succes, coach. Dank u wel.